Kijk altijd je video's. Ja, thanks man. Leuk om te horen. Ja, ja, tuurlijk. Sowieso. Hier word ik zo blij van. Een of andere manier doet dat zoveel met mij. En om dan nu gewoon te beseffen dat het allemaal is goed gekomen. Dat is echt bizar. Ik snap het niet. Knol power! En super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb ontzettend veel zin in vandaag. Ik hoop dat jullie er ook een beetje zin in hebben. En als jullie vrolijk zijn, dan ben ik lekker vrolijk met jullie mee. En als jullie chagrijnig zijn, dan ga ik zo vrolijk zijn dat je uiteindelijk ook vrolijk wordt. Tenminste, dat is de bedoeling. Dat hoop ik. Ik ben onderweg naar Zwolle. Tenminste, vlakbij Zwolle. Daar ga ik naar een motorzaak. En wat daar gaat gebeuren, dat is echt heel erg vet. Ik ga namelijk mijn eigen motorpak ophalen. Maar die is helemaal gecustomized en natuurlijk in knolpower stijl. Dat wordt echt super gruwelijk. Dus ik ben echt ontzettend benieuwd hoe het eruit ziet. Ik heb natuurlijk wel wat fotootjes vooraf gezien. Ik heb natuurlijk ook de logootjes opgestuurd. Dus dat zijn ze al weken en maanden mee bezig. En jullie kunnen dit weten dat dit eraan zat te komen. Want weten jullie nog dat ik naar Zwitserland ben geweest om daar alle maten van mij te laten opmeten bij Yamaha, bij de fabriek daar, om uiteindelijk een goed pak in elkaar te laten zetten. Nou, dat is een bepaald proces geweest van een paar weken, maanden. En dat is nu klaar. En die ga ik nu ophalen. En ik kan niet wachten. Dus ik ben blij dat ik er bijna ben. Dit wordt echt heel erg vet. Ik ben echt benieuwd. Hij zit erin. Kost me even wat kracht, man. Holy shit, om mezelf zo te zien. Ik heb meteen aderen in je nek om en alles wat af. Ik sterf. De eerste keer is nooit... Ja, dit pak moet je echt gewoon eigenlijk elke dag even een uurtje mee lopen. Ja. En dan uiteindelijk gewoon heel veel rijden. De eerste keer is niet fijn. Wel gruwelijk hoor. Deze zijn wel heel mooi nieuw allemaal nog, hè? Nee, maar voor de rest... ik kan niet direct opstaan, maar dat hoort ook niet met zo'n pak. Probeer eens dit. Helemaal zo. Ja, dat is strak, hè? Die achterkant is ook gruwelijk. Ziet er echt vet uit. Die heb ik nog niet laten zien. Dit is ook leuk hier zo. Op ja, op de achterkant. Ja, geniaal. Triceps. Ja. Echt kicken. Het ziet er echt strak uit. Oké, daar sta ik dan, dames en heren, met mijn pakje aan. En ik kan je vertellen dat het echt super moeilijk is om mijn arm gestrekt te houden om te vloggen op dit moment. Maar ik doe een poging tot. Maar dit is vet, hé. Dit is echt ontzettend vet. Gewoon mijn hele eigen pakje. Dit wordt gruwelijk. Volgend jaar, pas maar op, dan ga ik rijden. Dit wordt echt heel cool. Alles helemaal tip en top. De handschoenen, pak, Knolpower logo's. Ook alvast even wat nieuwe logo's van Knolpower. De achterkant staat er vol mee. Mooie laarzen. Ja, dit is gruwelijk. Ook een hele vette helm. Dus ik denk helemaal een stijl. Het vloekt niet niks. Het is gewoon... Klopt gewoon allemaal, het is perfect. En ook als ik op mijn eigen motor ga rijden, de Yamaha MT10, dan ga ik sowieso gewoon met dit pak rijden. Weet je hoe gruwelijk? Het wordt echt vet. Oké, dames en heren, jullie zien het. De Porsche staat hier. Dat betekent dat Maiwen hier ook is. En Jurrien ook, als het goed is. Ik heb hier mijn spulletjes in de hand. Ik neem die maar eventjes mee. Oh, ik zie daar iemand koekeloeren hoor. Hallo? Marvin doet oma na. Altijd namelijk als er beweging is voor bij het huis, dan doet de oma de luxe flex open en dan zit ze zo te kijken. Wie is daar? Nee, dit was oma niet. Nee, dat was oma niet. Nee, dat was deze keer Marvin. Maar normaal ben jij het. Ja, nu ben ik het. Wow, oma. Kijk mijn schoenen. Oh, wat mooi. Gaaf, hè? Leuk. Ja, enig. Dat is niet normaal hoe erg ze elke keer... Ik denk, nou! Wat is dit? Hoe joh? Jongen, waar ik gefilmd met gedoe. Dat ik net al in Hollywood wonen. Weet je wat het leuke is? Maiwen en Jurrien die zijn hier al wat eerder dan ik. Omdat ik ging naar Zwolle, maar Maiwen en Jurrien die gingen hier filmopnames doen. Voor de 2,5 miljoen special video die eraan komt. Ik denk binnen nu in 2 weken ongeveer. Ja. Zoiets ongeveer komt u online. Ondertussen heb ik al de 2.510.000. Maar ja, zoals ik al zei, ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan in abonnees. Nou, alles goed hier? Goedemorgen. Jij hebt iets voor jou. Ik heb zoiets vets bij me. Oh, dit is niet normaal. Ik zie het al. Maar ik ga het ook wel voor jullie even aandoen. Het is wel een hele klus, maar het is wel vet.
Ja. Het is echt heel vet. Een stukje taart. Wat hebben we te vieren? Wat vieren we? Was als bedankje dat we hier mochten opnemen. Ja. Ja. Dat hebben jullie gekocht. Ja. Dat is lief. Lief, hè? Ja. Ja. Vonden wij ook. Vonden wij ook heel. We waren heel blij. Nou, mooi. Ja. Dit was in één keer al op. Ja. Wat was op? Het is meteen al op nu. Het hele taart nu op? Ja, zo'n klein stukje is ja, maar je moet het denken. Oh. Die mag je nog hebben. Wie wilt het? Jij? Nee. Jij op, hè? Oké, nou, ik ga lekker taartje eten. Oh, echt vet, hè? Shit. Oh, echt cool. Tuurlijk, hè? Doe die deur maar in dit. Dan kun je dat mooi voor die witte dier. Ja, die logootjes allemaal, hè? Zo, dat knolbouwen logo achterop. Ja, ik ben er zo blij mee. Ja, hij is echt perfect. Maar nou niet over de kop en hard racen. Dan komt dit laatste aan. Ook al kom je als laatste aan, nou, ik ga niet voor de laatste plek hoor. Je kent mij toch, oma? Ja, daarom juist. Maar je vindt het wel gaaf? Ja, heel mooi. Schitterend. Echt vet. Ja, en dan uiteindelijk zo de motor afgelap. Dit is nog even een beetje wennen. Toen ik dit vanochtend voor het eerst deed zo, op mijn hurken. Ja, dat lukte bijna niet. Nee, hè? Ik pak dat zo strak. Nu al weer losser. Hij is nu al weer losser. Ja. Dus echt, want ik kan nu al meer dit doen zo. Echt chill, hoor. Ja, je hebt een beetje een camel toe. Ja, ik heb wel een beetje een camel toe. Ik vroeg ook al aan Joey van net. Ik vroeg van, zijn er wel eens coureur geweest die klagen om pijn aan hun ballen? Hij zei, ja, zeker. Ja, dat geloof ik die wel. Zijn er ook echt, hoor. Die zit ook straks. Ze vroeger zeiden ze van, hè, dat wielrenners, hè, die werden impotent daardoor. Ja. Omdat ze de hele dag hebben ze als gehoord. Ja, die lieten dan al zaadcellen van tevoren invriezen. Ja, ja, dat ja, anders, ja, ik zal het voor de mensen even in een goed jasje stoppen, zodat iedereen begrijpt. Een man heeft het zaad. En dat is... Nee, maar imponent. Of hoe was dat? Incontinent ook. Wat is dat? Ja, bijna hetzelfde. Wat was het? Impotent. Oh ja, impotent. Kijk, ik weet het woord dan niet, maar ik weet wel wat het betekent. Impotent betekent dat je zaad niet meer werkt. Dus dat je niet meer vruchtbaar bent. En omdat wielrenners bijvoorbeeld zoveel op de fiets zitten en zoveel wrijving hebben daarbij hun ballen bijvoorbeeld en dat alles te vaak gedrukt wordt, gaat het blijkbaar op een of andere manier dood, wordt het onvruchtbaar. Dus sommigen, wat Maya zegt, die laten het van tevoren invriezen, zodat als ze ooit kinderen willen, dan hebben ze nog zeg maar goed vruchtbare zaad. En ja, nou ik denk dat als ik hier elke dag mee kan lopen, dat je het ook moet gaan invriezen. Dan moet ik het ook gaan invriezen, ja. Dan moet ik vanavond even aan de slag in. Moet ik even slag omkloppen. Maar voor de rest, vanochtend kon ik niet rechtop staan zoals dit. Vet, ik vind het echt een mooi park. En nu al, vanochtend kon ik eigenlijk alleen maar zo staan. En nu alweer zo, dus het scheelt wel. Ja, schitterend. Ja, ik ben een astronaut met dat ding op je rug. Ja, zo'n jetpack. Ja, daarboven, daar is hier, daar is het die bescherming. Ja, dit is een hart. Daar kun je er nog vallen. Ja, dat meteen. Nou, valt mij mee dat er zo'n slang erin is. Nou, hij is toch ook slang? Maar hij heeft toch hartstikke slang. Ja, maar goed. Mooi figuur zo, hè? Ja. Dit kleedt wel mooi af, omdat het zo strak zit. Ja, je bent ook echt 10 centimeter breder geworden. Ja, joh. Ja, ik vind het echt gruwelijk. Vooral overal inderdaad het knolbouwer logo, hier ook met die finishvlag. Ja, heel vet. Echt gruwelijk. En hier achterop. Ja, zo vet. Dit is knolbouwer, dit is zelfs hier bij mijn triceps, hè? Ja, deze inderdaad. Die is echt heel cool. Dit is een nieuw logo. Deze is nog niet bekend. Nee, deze is nog niet bekend. Dit logo is nog niet bekend. Dit ook nog niet. Dat komt nog allemaal op kleding. Dat hebben we allemaal klaar liggen. Dat is zo vet. Dit heb ik wel op shirts gehad. Dit knolbouwer hier zo. Ja. Ah, zo vet gedaan. Echt shout-out naar Yamaha en de mensen die het pak hebben gemaakt. Echt gruwelijk. No. Shout-out naar Joey ook. Bam. Echt heel erg vet. Handschoenen nieuw, laarzen nieuw. No. Nou, nu maar wachten tot het wat mooi weer wordt. En dan ga ik de baan op en dan is het tijd om alles te beschadigen. Ja, maar net zeggen. Het ziet er nu nog te nieuw uit. Hè? Ja, die knietjes. Die moet ik eigenlijk even over de grond slijpen. Dan lijkt het alsof ik al... Nee, ik kan niet wachten om op de motor te gaan. Misschien dat ik dat stiekem ergens aankomende week ga doen. Want nee! Ik ga volgend jaar als mooi weer het gek weer motorrijden. Dat mag nu niet van oma. Ik ga nog even naar de wc snel. Ze denken dat ik naar de wc moet, maar ik hoef helemaal niet naar de wc. Maar ik ga eventjes iets doen wat mijn oma altijd bij mij deed. Vroeger. Wat echt veel te lief was. Als ik vroeger bij mijn opa en oma kwam, dan wilde oma, toen ik wegging, nadat ik op visite was geweest, wilde ze me altijd geld geven. Maar mijn opa zei van, Rietje, doe dat nou niet. Gaat hij toch alleen maar energy van kopen? Of sigaretten, of weet ik veel wat.
Maar oma die wilde gewoon zo graag wat aan ons geven, zodat we gewoon leuke dingen konden kopen, spelletjes of iets of wat dan ook. Dus wat mijn oma dan deed, dan zei oma van, Henk, zeg even doeg tegen Enzo, hij gaat er weer vandoor. Nou, opa zei, doeg Enzo, dus ik zei, doei opa. Nou, en dan bleef opa dus zitten en dan ging oma met mij meelopen. En dan zei oma, niet zeggen tegen Henk, niet zeggen, kom snel mee. En dan gaf oma mij snel geld in de hand zo. Ik zei, niet zeggen tegen opa, niet zeggen, ga maar, doe maar, doei. Zo schattig, echt zo lief. Ik ben even wat aan het praten tegen de camera. Ja, maar. Oh, nu ik jou toch hier zie, kom maar eens hier. Deur dicht. Nee, niet zeggen tegen opa. Niet zeggen tegen opa. Snel in je zak. Oké, niet zeggen tegen opa. Ja? Maar ik heb te veel uitgegeven. Oh, god. Oké, kom, gaan we daarheen. Niet zeggen tegen opa. Okay. Zo, lekker naar de wc geweest. Nou, doedoeg. Was hartstikke wel. Was hartstikke gezellig. Kijk, ik heb hier dat zijn mijn gelukkige dingen. Wederzijds. Gelukskaarsjes. Ja, dat zijn... Deze had ik aan oma gegeven. Ja. En opa natuurlijk. Je hebt mooi versierd alles met de lichtjes. Ja, mooi hè? Ja, fijn dat Donald Duck en Kwik, Kwik en Kwak ook nog leven. De een is opa en de ander ben ik. Nou, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Doedoeg. Nou, is oma toch nog meegegaan om uit te zwaaien? Niks heb ik niet over. Nee. Maar opa ziet de vlog. Dat heb je niet opgenomen toch? Nee, ik heb het niet opgenomen. Nee, opa ziet dat niet in de vlog. Nee. Oma? Als je een goed huwelijk hebt, moet je niet alles vertellen. Oh, ik weet nog niet of dat wijze woorden zijn. Maar... Nou, oma, ik start de auto. Ja. Niet schrikken. Nee, rustig rijden, hè? Doei! Doeg! Ze loopt helemaal meteen weg. Oma! Doei! Oh, ik hou zo van mijn oma. Wat een geniale vrouw is maar dat. Moet je haar zien lopen. Hè? Ze heeft gewoon twee nieuwe knieën. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Dus als je nu toch kijkt, denk je toch dat er een 40-jarige loopt of zo? Nou. Ja, met die blonde haren van er en zo? Misschien bijna 50. Ja, oké. Okay. Maar je ziet nu niet dat, dat het een oude vrouw is. Ik snap dat je punten wil scoren bij mijn familie. Nee, maar dit niet. Was wel over de. Nee. Nee, maar serieus. Je ziet... Ja, dit is bizar hoor. Maar oma is gewoon echt fit. Ja. Voor haar leeftijd twee nieuwe knieën. Ze wordt dit jaar, volgend jaar 80. Ja, ze wordt volgend jaar 80. Dat is niet normaal. Doeg, open oma! Doei! Doei! Zo, nou we gaan nu eventjes met één auto. De andere die haal je straks op. Want we gaan even naar de stad van Assen. Ja. Want wat hier is gebeurd... Niet normaal. Niet normaal. Dit is gewoon serieus niet normaal. Ik vind helemaal mooi. Maar ik vind helemaal mooi. Ja, ik vind het ook helemaal mooi. Maar we willen het even met eigen ogen zien. Ja. Dan is het nog mooier, denk ik. Even een leuk dingetje. Hierachter, op dit plein, heeft Milan in zijn onderbroek staan dansen. Kijk maar. Ik zat graag in mijn onderschoen. Dat was dan voor me van onder de schoen. Hey. Wie is dat? Kijk eens even. Nou, ga er eens bij staan. Geniaal toch? Ja, echt groot. Hij is heel groot. Ik ben echt klein hierbij, hè? Hij is echt heel groot. Jeetje Mina. Ik is teamwork. Ik heb de foto gemaakt en jij staat er als model. Ja, jij hebt deze foto gemaakt. Ja? Gewoon in het bos bij Milan. Ja, toen wij de nieuwe brillen gingen halen, toen was dit een ideetje. En dat is goed uitgepakt. Ja. Gewoon in Assen. Ja, ik heb mijn bril nu niet op. Dat was wel leuk geweest. Ja. Ben je bang voor honden? Nee. Maar dit is echt... Dit is het, hè? Okay. Als je een waakhond wil bestellen, bestel deze. Ja, laat hem komen. Oh, pak je! Ben jij een kleine baby? Hey, je hebt meteen mijn lens alweer vies gemaakt. Ja, je maakt hem helemaal vies. Helemaal. Nou, dit zijn in ieder geval weer de baby's van de kapper, hè? Hoe heet deze ook alweer? Guusje. Guusje, dit is Guusje. Hey, waarom vind jij mijn lens zo lekker? Kijk dit dan. Oei, joh, dit is niet normaal. Hoe heet die andere dan? Sascha. Waarom ben je zo aan het hijgen? Ja, dat is gewoon deze hond hijgen, die hijgen. Ja, maar een beetje... Wow, nu zit er echt een dikke klodder op. Eraf? Je hebt het zo vies gemaakt. Mijn is helemaal wazig nu. Kom maar, hondjes. Kom maar. Kom maar. Hey. Hey. Wow. Wow, Guusje. Guusje, kom eens. Kom eens. Wow. Hey, wat zien er leuk uit. Hoi, yo. Ze zijn snel, hé. Hey. Kom eens. Hey. Hey. Sascha, kom eens. Sascha, kom eens. Zo schattig dit. Eentje heeft een kersttrui aan, de andere is een bulldog. Kijk ze dan. Wat hebben jullie daar?
Zo! Oh nee! Hey. Zoals jullie weten, het is nieuw door. Frank die is dus kapper. En ja, jouw kapper is overleden, toch? Humor. Ja, ja, klopt. Nee, maar kan je hier wat mee? Vast. Vast. Altijd iets. Ik heb hem enthousiaster gehoord hoor, over kapsels. Ik snap dat hij er niet enthousiast over is. Nee, maar dit gaat helemaal goed komen joh. Jullie herkennen Jur straks niet meer terug. Echt waar. We gaan een datingprogramma beginnen voor Jur. Schrijf je alvast in. Want dit wordt Smooth Boy 1969. Ja, ik voel hem mee. Ja toch? Ja, ik doe mee. Nou, we gaan eerst even lekker genieten van alweer een taartje. Hey! Deze keer is een appeltaartje. Nou, ik moet me even oppassen. Ik moet echt gaan beginnen met sporten. Want anders pas ik gewoon niet meer in dat racepak volgend jaar. Ook slagroom. Hey. Hoppa. Nu nog even van genieten. Hoppakee. Heerlijk. Ja, zelf mijn haar. Alleen de zijkantje voorbij knippen en dan klaar. Dus bij mij verandert het niet zo veel. Miron ziet er gewoon fantastisch uit. Ja, Miron, dat is niet normaal. Nee. Miron? Zijn Miron? Myron is niet normaal. Ja, het is officieel Miron. Dus mag ik ook gewoon af en toe Miron zeggen? Gaat hij nu vragen? Daar gaat hij hoor. Even scannen. Ja, dit moet gescand worden. Nou, ben benieuwd. Ja hoor. Ga naar jouw YouTube kanaal. Deed je dat vroeger in de club? Ja, ja, zo kreeg ik abonnees. Zeg maar, slecht, weer abonneren? Geniaal. Oh, nou, ik sta heel even en er zit alweer een bulldog op mijn stoel. Hé, hey, dat is mijn slagroom. Dat ga ik straks nog van de tafel likken. Kom, naar beneden. Guusje, naar beneden. Kom, naar beneden. Nee, stront jongen. Hé, kom, ik pak jou bij je jasje, hè? Ik pak jou bij je jasje. Hé, hey, bulldogs, hé. Hey. Ja, jij bent druk, jij bent druk. Ja. Kijk uit. Niet slagroom, dat is voor mij. A few moments later. Doe even je pet op. Nee. Mijn pet op? Ah, doe even. Nee. Wow, rustig. Nee. Ik heb nog nooit een kapper zo graag iemand een pet op zien willen doen. Hey Google, keuken, lampen, uit. Oh, nee. Eerst ging die uit en toen ging die uit. Oké. Okay. Hey Google, keuken, lampen, 100%. Nee, er zit harde aanpak nodig. Hey Google! Ja, hij zit op onze stem ingesteld. Hij pakt jou niet. Hey Google! Ja, nu doorpraten. Oh, ik vond het te spannend. Hey Google! Ja, lampen, keuken, 100%. Godverdomme. Doe jij even dan, Frank. Doe even nu. Hey Google, lampen, keuken, 100%. Nee, nog een keer. Je zegt op de rens ook nog een keer. Halen schreeuwen, nog halen. Ja, misschien moet hij eens aan, dat is het. Nee, jij moet ze eerst aandoen. Hey Google, lampen, keuken, aan. Ja, ja dat is het. Ik heb 100. Dus ik zei het gewoon verkeerd. Het moet gewoon aan in plaats van 100. Dan hebben jullie ook niet geprobeerd. Hey Google, neuken in de keuken. Daar kan ik u niet mee helpen. Oh, ja, jammer. Hey, Jurien, je bent klaar? Hey, ja. Lekker man. Dank je. Heb je het zelf al gezien? Nee. Oh. Waar is de spiegel dan? Ja, weet ik niet. Is niet mijn huis. Hey Google, spiegel. Spiegel. En dan komt hij uit het plafond zo. Als een greenscreen. Ik ga even kieken, jong. Ga maar even kieken. Even hard praten, want ik sta hier nog met de camera. Ja, dat is wel fresh. Mooi, hè? Ja. Ja, super. Nou, top. Ja, dankjewel. Nou, dan ga ik even zitten voor de zijkantjes. Lekker hoor. En die ga je nog nooit in koffie niet op? Nee. Maar hij is nog wel warm, voel ik. Maar wat kan je nog meer met dat ding? Met die? Ja? Muziek. Ik kan hem op vertellen. Ja. Ja, laat hem eens hem op vertellen. Hey Google. Zeg eens een mop. Oh, dit is een handje. Wat vind je in zeeën en meren zonder water? Nee, maar zij moet het oplezen helemaal hard. Waar vind je zeeën? Nee, niet jij. In een atlas. Ik hoor het geen eens. Waar vind je zeeën en meren zonder water? Nee, de afwas. Nee, de atlas. Oh, atlas. Atlas. Hij dacht het te snappen. Ik dacht dat ik hem hoorde, maar ik hoorde hem niet. Ja, logisch dat je niet sloopt, hè. Hey Google, volume 100. Hey Google, vertel eens een mop. Hey Google. Hey Google. Maar hoe werkt dit dan als de muziek zo hard staat? Dat werkt dus niet. Hey Google, ja, vertel het hem op! Tuurlijk, daar komt ie. Die is leuker, een vampier of een spook? Een spook, want die is geestig. Wauw, daar is zoveel moeite voor gedaan. Oh my god. Thank you.
Nee. Je hebt hier geslapen. We hebben ontbijt. Het is wel ochtend. Even een leuk feitje. En zo ligt onder een hondenkleedje. Ja. Hij heeft het hondenkleedje gepakt. Ik heb mijn oma gemaakt. Lekker. Shout out aan mijn oma. Ja, hoe komen we naar partypoppen? Ja, die had Martin gewoon nog. Dat was zijn idee. Hij zei, ik heb nog partypoppen. Leuk idee, hè? Oh, we hebben spinnenwebben. Kijk, hij hangt gewoon daar. Ja, dat is duidelijk als je spinnenwebben had giet. Hé, Dikkertje, wat denk jij? Je wilt lekker eten? Hamburgers kan er wel bij? Nee? Lekker hoor. Oh, kijk eens even. Lekker smikkelen, maat. Lekker man. Lekker kippie. Lekker. Lekker kapsel. Allemaal met een K, hè? Ja. Kippie, K-t. Kapsel. Hoppa. We hebben KT. Heerlijk. Kip, KT. In plaats van kip, KT. Eet smakelijk. Ja. Op een of andere manier win ik altijd met een weekend! Oh, hier komt ie. Kijk, dan heb ik hier een 4. Dan wil ik die rode 4. Kijk, dan leg je jokertje erbij. Minimaal. Oh. Ja, maar het is nu toch zo als degene die dan daarna moet. Ja, nee, ik ga niet. Nee, nu is het spel klaar. Nee, nu mag je nog allemaal één ronde spelen. Als je dat ook uit bent, dan ben je gewoon gedeeld eerste. Ja. Heb ik nog nooit van gehoord. Nee, maar dat is hier in het noorden. Ja, ik niet meer. Maar jij zit in dezelfde ronde als Enzo. Ja. Dus als jij nu uit kunt, dan heb jij... Nou, ik vind het goed hoor. Probeer maar. Nou, dat was in ieder geval een leuk potje Rummy Cup. Ja, Rummy Cup blijft wel een leuk spelletje hoor. Serieus. Het duurt op zich ook niet te lang. Maar het is wel een leuk spelletje. Maar als je met Enzo speelt, duurt het wel heel lang. Want hij duurt heel lang met kijken en kijken en kijken. En dan één dingetje verschuiven en dan weer kijken en kijken en kijken. Nee, dat valt echt van. Oh, die heb ik nog op daar ook nog liggen. Nee, dat valt wel mee. Oké, dames en heren, shout-out naar Frank voor weer een fris kapsel. De zijkant en de achterkant is helemaal bijgeschoren. Echt super fijn, helemaal fris. Hey. Ja, man. Alles goed? Ja, man. Ik wil je altijd al ontmoeten, man. Oh, meen je? Ja. Nou, en dan nu om 10:50 in je met tankstation. Ik dacht, als ik als ben, dat is echt wel als ik je tegenkom. Dat is mijn auto. En ik denk, nee, dat zal het er niet zijn. Kijk altijd je video's. Ja, thanks, man. Leuk om te horen. Ja, tuurlijk, sowieso. Ja, ik was net een stukje aan het opnemen. Oh, echt? Ja. Nee, man. Je ziet er vrolijk uit, man. Altijd als ik naar video's kijk, ik vind jou echt altijd gewoon precies mij, man. Altijd vrolijk, altijd leuk gewoon erin staan, toch? Ja, vet, man. Ja, leuk om te horen. Hoe oud ben je? Ik ben net 19, man. Net 19, weet je? Ik heet Al Joshua Jamaro. Zo, hé, dat is een mond vol. Ja. Al Joshua? Al Joshua. Al Joshua Jamaro. Ja, gruwelijk, man. Ja. Ik kijk altijd je video's. Toen had ik mijn vriendin die zegt zo van, ja, ik kijk hem nooit, ik kan altijd Don of zo. Oh, ja, ja, ja. Toen zei ik zo van, nee, met al zijn knolkijkers gewoon het beste. Toen zag ze in één keer jou dat je een Lambo had gehaald. Ja. En nu doet ze advocaatopleiding en zo. En ze is daar helemaal van het leren, want ze wil echt gewoon de Jurus rijden nu door jou. Ja, serieus? Ja, dan kijken ze ook elke dag met mij samen, bro. Echt? Ja. Oh, gruwelijk. Hier word ik zo blij van. Holy shit, niet normaal. Goede vibes, hele goede vibes. Echt heel tof. Wauw. Een of andere manier doet dat zoveel met mij. Dat is echt, echt heel, heel tof om te horen. Holy shit. Zo, echt heel tof om te horen. Ja, ik weet niet wat het is, mensen, maar ik ben zo ontzettend gelukkig. Ik ben echt serieus zo ontzettend gelukkig. Alleen soms dan is gewoon je hoofd gewoon... Ik weet het niet. Gewoon gedachtes of zo. Ik weet geen eens welke gedachtes, maar gewoon... Ik weet het niet. En dan ben ik opeens verdrietig of zo. En ik kan eigenlijk geen eens verklaren waarom. Ik weet niet wat het is. En dit met echt een mond vol aan naam. Jeetje, waarom heet je geen Johan? Nee, het is alleen maar goed dat hij geen Johan heet. Als iedereen Johan heet, dan was het ook saai. Shout-out aan iedereen die Johan heet trouwens. Maar van dit soort momenten, jeetje. Alsof ik daar gewoon voor leef of zo wat. Ik word er zo ontzettend vrolijk van. En zo net zelfs een beetje emotioneel. Damn, het is niet normaal, man. Het is echt heel vet. Ik weet niet wat het is. Als ik gewoon kijk waar ik vandaan kom. En gewoon alle dingen... die er zijn gebeurd. En om dan nu gewoon te beseffen dat het gewoon allemaal is goed gekomen. Dat is gewoon bizar. Dat is echt fucking bizar. Dat het allemaal is goed gekomen. Dat is echt bizar. Ik snap het niet. Hoe dan? Hoe? Hoe heb je dit gefixt? Ik snap het niet. Echt bizar. Serieus, de enige reden
Waarom ik hier ben stilgestaan is omdat ik even moest plassen en omdat ik een vrachtwagen voor mij zie met het luik open. En ik wilde serieus gaan vastleggen en gaan vloggen en vragen aan jullie, waarom staat dat luik open? Ik bedoel, ik heb er wel een idee bij, alleen ik wil het goede antwoord hebben. Waarom? Dat is serieus de enige reden waarom ik begon met filmen. Waarom staat het luik open hier zo? Ik denk, dat is mijn gedachte, maar ik denk dat dat is omdat die vrachtwagenchauffeur slaapt in zijn wagen en aangezien hij geen vracht heeft, kan er ook niks gestolen worden. Dus heeft hij hem opengelaten omdat hij niet wil dat de illegale middelen in zijn wagen worden gestopt, in zijn aanhanger. En hij wil geen mensen in zijn aanhanger hebben. En dat klinkt gek, omdat het luik open is. Of de deur, ik weet niet hoe je het moet noemen. Maar ik heb wel eens van die filmpjes gezien dat bijvoorbeeld vluchtelingen, ik weet het geen eens, dat was een raar filmpje. Dus zag ik allemaal rennen achter een vrachtwagen aan en die wilden allemaal erin, zeg maar. Dus gewoon volgens mij de grens over, iets in die richting, ik weet het niet precies. En volgens mij is dit gewoon een manier om dat tegen te gaan. Want ik zie een Duits kenteken, of Hongaars kenteken, ik weet het niet precies. Ik ga eens dichterbij rijden, dan ben ik benieuwd. Ja, Hongaars, er staat een H. Volgens mij is dat Hongarije, is geen Parijs, er staat een H. Ook al moet ik soms zeggen, je hebt soms woorden daar staan zoals, en dat wist ik heel lang niet, Spanje. Ja, dan zou je denken, ja, Spanje, Spain. Oké, nou, dan is kenteken, is vast een S'je. No. Kenteken is een E, van Espanol. Dus dat wist ik heel lang niet, maar dat is dus een E. Maar goed, volgens mij is dat de reden waarom die open staat. Maar als het niet zo is, dan laat het weten in de reactie. En als ik wel goed heb, dan een puntje voor mij. Oké, nou. Dat was dat. Hebben we dat ook weer gehad, dat momentje? Nou, het is wel goed dat ik zo'n momentje heb. En ik vind het ook belangrijk om dat te laten zien aan jullie. Want ik ben ook gewoon een mens, weet je wel. En zoals ik al zeg, ik ben heel gelukkig. Maar niks is ooit perfect. En dat hoeft ook niet. Maar ik vind het wel belangrijk om ook te laten zien aan jullie. Dat alles wat jullie hebben gezien de afgelopen maanden. Vanaf eigenlijk begin tot nu. En sinds dat COVID er is. Is echt wel een uitdaging voor mij geweest. Dat zou ik jullie eerlijk zeggen. Het is echt een uitdaging geweest. Om gewoon elke dag te blijven uploaden. Dus soms heb je gewoon het gevoel dat de wereld zo wat vergaat. En dan ga jij maar lekker vrolijk lopen doen, weet je wel. En ik weet niet, ik word dan gewoon zo emotioneel als ik eraan denk hoe goed ik het heb. En dat ik gewoon zeker niks te klagen heb. En gewoon dan ga ik gewoon nadenken waar ik vandaan kom, wat er gebeurt, wat er speelt. Gewoon, dan kijk ik om me heen en probeer ik ook gewoon dingen goed te doen. En gewoon positief te blijven en vrolijk te zijn. En debiel te doen. En gewoon mensen te helpen, dingen weg te geven. Ik had toevallig vandaag op Instagram gezet. Dat was vanochtend voordat ik wegging thuis. Toen had ik een Insta-story geplaatst met, ik droomde vannacht dat ik al mijn vrienden een PS5 had gegeven met kerst. Ik werd zo blij wakker. De volgende story. Sowieso is geven het leukste wat er is, ook al is het een complimentje. En je ziet me hier echt lachen. Ik ben ook echt vrolijk. En zo start ik ook de dag. Ik werd echt zo blij wakker. Dat was niet normaal. En dat komt gewoon omdat ik erachter ben gekomen dat geven is zo leuk. En andere mensen blij maken is zo leuk. Dat geeft me zo'n goed gevoel. Dat is echt bizar. En ik werd gewoon wakker, omdat in mijn droom had ik gewoon al mijn vrienden een PlayStation 5 opgestuurd. Fucking vet. Gruwelijk. En weet je wat het is? Het is niet zo. Want het was een droom. Het is niet gebeurd. Maar toen had ik wel zoiets van, ja man, ik ga weer leuke dingen weggeven. Ik ga weer leuke dingen doen. Ik ga weer mensen helpen, blij maken. Het gaat niet altijd alleen maar om spullen geven en op die manier mensen blij maken. Dat weet ik ook wel. Het is niet altijd alleen maar materialisme. Als ik kijk naar al het geluk om me heen, dan zou ik echt niet als eerste zeggen een Lamborghini Urus. Zeker niet. Het staat wel in mijn top 10. Het staat niet op nummer 1. En daar denk ik ook soms over na hoor. Van wat maakt me nou echt gelukkig? En dat is voornamelijk gewoon mensen om me heen blij maken. Als ik zo kijk naar vandaag ook weer. Als ik kijk naar mijn opa en oma. Wauw. Sowieso bij mijn opa en oma schiet ik altijd in één keer helemaal vol. Dat is niet normaal. Ik moet wel gaan beginnen met rijden naar huis. Want het is ondertussen al bijna 1 uur. Myron en Jurien die zijn al veel eerder op de avond weggegaan naar huis. Maar ik wilde heel graag nog eventjes langs mijn moeder. Die heeft een nieuwe keuken. Dat heb ik verder niet gefilmd. Het was gewoon even een snel bezoekje. En ik ben nog even naar een vriend van mij gegaan. En ja, ik weet niet. Het voelde niet echt van, ik ga nu even filmen dat ik daar ben of zo. Ik wilde gewoon even chillen. Even niks. En nu is het ondertussen dus bijna 1 uur. Sta ik bij een tankstation een beetje te huilen voor een vrachtwagen die de klep open heeft. Jeetje, ik ben gewoon heel dankbaar. Ik ben blij. En het zijn echt tranen van geluk. Het zijn geen eens tranen van verdriet. Dat is misschien het bizarre. Tuurlijk, er komt wel pijn voelen bij. Er komt wel pijn bij wat ik weer voel, wat ik vroeger ook had. Die pijn, die struggle, dat komt dan wel naar boven. Alleen het is meer gewoon emotie van blijdschap, van geluk, als dat bestaat. Misschien gebeurde dat zojuist. Ja, dat denk ik.
En er is nog heel iets grappigs gebeurd. Ik heb namelijk geld gedoneerd aan Milan. Dan zou je denken, wat? Milan was aan het livestreamen. En Milan die doet dat elke zaterdag vanaf 4 uur. En het is echt geniaal. Ik ga helemaal stuk om zijn stream. En ik heb een donatie gedaan. Want als je in beeld wil komen bij Milan met tekst, dat zo'n vrouw dat gaat, nou weet je, dan moet je minimaal 3 euro doneren. Omdat anders dan gaat iedereen dat de hele tijd doen. En dan kan je niet normaal praten of streamen. Nou, in ieder geval, ik ga helemaal stuk om Milan. En het is natuurlijk een beetje voor de kloterij en als grap. Maar er zit ook wel een kern van waarheid in. Dat ik gewoon heel veel om hem geef. En dat hij gewoon grappig is. En dat ik helemaal stuk ga altijd op Milan. En nou ja, kijk het maar. Ik heb het opgenomen met mijn telefoon. Dus ja, dat krijgen jullie dan nu wel te zien. Irritant. Wat doe jij nou weer? Yo bro, ik hou van je man. Fijne Sinterklaasavond. Ik gun je het beste. Een hele fijne stream gewenst. Ik geniet echt van je livestreams. Je bent de beste. Blijf de broer die je bent. Blijf boos doen. Dat is zo fijn. Vind ik grappig. Fijne avond, liefs E. Bro. Bla bla bla, jacker de smaak. Had gewoon geappt. Weer lekker mensen aan het uitmelken. Ik ga nu wegrijden. Tenminste, dat wilde ik net doen. En toen bedacht ik me nog één ding. Toen dacht ik in één keer van, het had ook gewoon zo moeten zijn. Het had gewoon zo moeten zijn dat ik moest plassen. Dat ik precies hier bij dit tankstation, waar die baas staat met zijn auto, dat ik hem dan zo ontmoet, dat dit zo gebeurt, dat dit ontstaat. Het had zo moeten gebeuren. Echt heerlijk. Ik hou van dit soort momenten. Spontaan, uit het niets, niet gepland. Gewoon boom, je doet gewoon je ding. Bam, happened. Dat vind ik ook zo leuk aan het vloggen. Aan gewoon mijn ding doen en gewoon lekker veel filmen en dan gebeurt. Gewoon mooie dingen, gewoon spontane dingen. Het is niet in scène gezet, het is niet nep, het is geen bullshit. Het is gewoon hoe het is. Ik vind dat heerlijk. Ik hou daarvan. Geef me een goed gevoel. Ik vind het echt heel nice. Oké, ik zet hem in de eerste versnelling. Ik zet een muziekje op en dan ga ik rijden. Gaan we. Lekker muziekje erbij. Let's go. Oké, ik ben weer terug. Ik sta in de lift en het is koud buiten. Dat is niet normaal. Het is gewoon 0 graden. Ik ga in ieder geval slapen. Ik ben moe. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Ik sluit de vlog even expres af in de vlog. Of in de vlog. In de lift. Want ik wil niemand wakker maken. Die doe ik zo wel weer open. Maar bedankt voor het kijken. Check jullie morgen om 4 uur bij een gloednieuwe vlog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, please. Knol, power!